Goedendag, dames en heren, en welkom terug bij Minecraft Sky Factory 3. Vorige aflevering zijn wij heel veel bezig geweest met automatisering overal van. Ook de furnace hier. Ik heb hem vervangen voor een ultimate furnace. En het rare aan een ultimate furnace, deze output slot, om die te automatiseren, die zit aan de onderkant. Aan de onderkant, wie heeft dat nou weer bedacht? De rechterkant zou mij logisch lijken. De linkerkant zou dan nog kunnen. De achterkant misschien, maar de onderkant, dat is toch deze slot? Nee, helemaal niet. Dat wordt gevuld, wauw, vanaf de achterkant hierheen. Dat zorgt voor de kool. En dit zit dus aan de onderkant de slot. Maar hij werkt goed, hij werkt goed. Ook heb ik hier een systeempje opgezet die automatisch onze ores verwerkt. Hier achter ergens. Hier zit een exportbeurs, copper ore, iron ore, cold ore, silver, blablabla. Dat gaat dus allemaal hier in deze sagmail. Dat wordt gekraind en de uitkomst wordt verdeeld over die alloy smelter. Die alloy smelter importer erachter. En dan wordt dat allemaal mooi verwerkt. Aangezien ik was gewoon compleet en compleet door de copper heen. En iron hebben we veel te veel. We krijgen ook vrij veel van onze kippen. Ook dat is toekomstplan. Wel heb ik hier nog even gemaakt. Een slice and splice. Want ik vroeg mij af, meer kunnen we die misschien ook automatiseren? En dat kan gewoon, mensen. Wel moet je zorgen dat je er een shears en een axe in hebt. En die moet je verwijderen uit de recipe. Want als je deze recipe probeert te maken, dan plaats je hier automatisch de shear en de axe in. Die heb ik er natuurlijk even uitgesloopt. Anders gaat hij elke keer een shear en een axe craften om erin te stoppen. Dat is natuurlijk niet nodig. Maar waar waren we dit nou voor nodig? Power lights. Power lights. Ook die heb ik het systeem geleerd. Power light. Maar het gaat natuurlijk om de wireless power light. En voor een... laat ik deze gewoon even bij doen. Voor een wireless power light hebben we de Ender Resonator nodig. Daarvoor waren we dus de Slicer Splice nodig. Maar, Enderman Heads. Ik ben net naar de end geweest. Ik heb de beste tijd gefarmd. Ik heb 19 Enderman Heads. Dat is niet helemaal waar. Want ik had... Ik heb ook nog 3 gebruikt om looting 3 op mijn zwaard te krijgen. Want die farming... Nee, het beviel mij gewoon echt niet. Gewoon absoluut niet, zeg maar. Ik moet hem nog heel even leren hoe die ze dan inverted. Als het goed is, staan ze dan altijd aan. Wireless met redstone en dit maakt dan een inverted. Ja. Oké, nice. Beetje random overal in. Ik heb hem ook allerlei dingen geleerd om upgrades te maken voor... Oh, dit kende je allemaal al. Upgrades te maken voor de basic drawers. Ik heb bij de chickens heb ik die drawers geüpgrade. En ik denk dat dit goed werkt. Ook denk ik dat we de kippen met rust gaan laten vandaag. Dat ik mij wel een heel goed idee... Oké. Laten we dit maar niet omnidirectional instellen. Crap. Insert. Nee. Extract only. Oké. Nou zal ik dit allemaal weer handmatig leeg moeten gaan halen. Oh crap. Soms kleine foutjes. Lang bezig met herstellen. Als het goed is gaat het allemaal in onze yellow. En de chest. Het nadeel is hier. Het staat wel op void. Hoezo kom je hier nou weer? Natuurlijk omdat ik die nog aan heb staan, komt dat hier gewoon allemaal weer in. Maar, allemaal is alles hier is geüpgrade naar 416 stacks. En daarna void. Alles boven de 416 stacks wat wij krijgen, dat wordt gevoid. Het is allemaal wel goed. Waar komen al die oors vandaan? Ik heb onze void ore miner heb ik ook weer aangezet. Is de rest allemaal nog junk? Alabaster. Dat hoort er ook niet in. En wat is dit? Sand en glowstone dust. Oké, dat hoort er wel in. Zag ik nog dubbel flint? Nee. Oké, nice. Nou zit deze inmiddels... Ja, meer dan vol. Mijn inventory zit weer meer al... BRB peeps. Oké, daar zijn we weer back at base. Nou zouden we nog heel even kijken naar power lights. Nou hebben we power light, wireless power light... Wireless power light inverted 10 start
Tart, dit zou uber snel moeten gaan. Dit is toch wel heel weg. Allemaal toekomstmuziek. Allemaal toekomstmuziek. Is dit nou de goede? Oh, dit is gewoon een powerlight. Ik trash ook meteen. Powerlight, niet wireless. De wireless is de dure. De powerlight zelf is eigenlijk wel vrij goedkoop. Maar de wireless is vrij duur. En yeah. Oh yes. Let there be light in the darkness. Oh, dit lijkt maar een klein beetje deze lampen plaatsen. Echt maar een klein beetje. Crap. Best wel erg. Ik heb zelfs hier onder de reactor een wireless charger geplaatst. Omdat ik dacht dat mijn wireless lampen niet wireless gecharged werden. Alleen, ik had gewone lampen. Ik had helemaal geen wireless lampen. Maar ik vond het hier vrij donker waren om eerlijk te zijn. Dus ik vond er wel tijd voor een lampje of wat. Dus laten we hier ook maar even een paar lampjes neergooien. Zo, yep. Dit zou ook genoeg moeten zijn. Eigenlijk zouden deze vier al wel genoeg moeten zijn. Ook voor deze verdieping hieronder. Maar een beetje extra verlichting is gewoon nooit of te nimmer verkeerd. Maar, oeps, ook vol natuurlijk. Zo, nog steeds wel erg vol, maar dit is wel beter. Zo, ook heb ik hier een hele lading capacitor banks gemaakt. 1, 2, 3, 4 hoog. En hij is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lang. Dit is insane. Dit is echt waar insane. Max input is 750.000. Max output is 750.000. En hij heeft 750 miljoen, RF opgeslagen. Dat is eerst genoeg. Voor nu is dat genoeg. Laat even doen. Lup. Ja. Die kan weg. En dit heeft er natuurlijk ook mee te maken met Draconic Evolution. Wat wil ik craften? Of überhaupt even iets meer power nodig zijn. Dan mag ik graag een backup hebben. En het is wel nice. We gaan hier ook misschien nog een keer mee bezig om te zorgen dat deze battery zorgt dat deze reactor aan en uit gaat. Want nu gaat die elke keer aan uit. En dat mag van mij wel een klein beetje minder. Ik heb liever dat die gewoon een langere tijd uitblijft en dan weer een langere tijd aangaat. Maar, Enderman Heads, daar hadden we het over. Enderman Heads farmen? No bueno. No bueno. Ik ga dat niet meer doen. De hele tijd door de end heen vliegen op zoek naar een rondvliegen te zorgen dat die Enderman je volgen. En dan zijn ze zo dom dat ze zichzelf naar de void toe teleporteren en dat soort dingen. Dat duurt me gewoon een beetje te lang. Hier hebben wij de Factor Plates, die kennen jullie. Volgens mij zijn de updates, het upgraden is niet meer gratis. En daarvoor is de Dark Sugar gekomen. En Dark Sugar maak je met Wither Dust. Dus, ik denk dat we dit alles even aan het systeem moeten gaan leren. Or Dictionary, yep. En dan die. En zullen we die maar gewoon leren? Just Corrupted Wither, what? Wither Dust Block? Oké. Just voor de functies. Deze zullen we vast niet heel vaak maken. Beetje verdelen natuurlijk. Altijd moet je. Als je het een beetje verdeelt, dan heb je meerdere crafters die aan één en hetzelfde item werken. Zoals jullie natuurlijk snappen, om die rode factor plate te kunnen maken, moet ook eerst die gele factor plate een hele lading van gemaakt worden. En dan heeft het dus veel meer nut om dat factor. Craft 2 stacks. Start. Oh, dat valt best mee met hoeveel Wither Dust of dat dan uiteindelijk gebruikt. Ja, dat valt reuze mee. Maar zoals jullie nu zien, craft hij hier ook 8 en tegelijkertijd gebruikt hij die 8 hier. En dat komt omdat wij het verdeeld hebben over de crafters. Misschien werkt het systeem al wel beter en doet hij dat nou uit zichzelf ook al wel heel erg goed. Endstone. Hoeveel endstone hebben wij? Meer dan genoeg. Meer dan genoeg. Daar gaan we mee bouwen. En we gaan gewoon een autofarm. End crystal. Oké. Maar we gaan gewoon even een Enderman farm bouwen, super basic, denk ik. Ik denk super basic, waar is mijn teleporter? Hier. Ik heb de Ender inmiddels ook aan toegevoegd. Nee. De End, go. Weet ik ook niet helemaal, maar doe maar. Laten we nu nog voor hier gauw even een waypoint neerpleuren. Beginning. Een beetje hilarisch natuurlijk. Het begin in de end. Weird. Oh.
We zijn één blok vergeten. Nou ja, dan doen we het wel zonder een angel blok. Is ook nog geen probleem. Oh. What the crap. Dit is wat ik bedoel. Schijnbaar heeft iemand hier al... Fluxpoint, ik kan er niet in kijken natuurlijk. Maar schijnbaar heeft hier iemand al een enderman spawn plek gemaakt. Waar die nu dus enderman vormt. Ik denk dat ik die verniel. Oh, die kan ik niet vernielen. Die dan. En dit komt natuurlijk omdat we ooit eens zijn begonnen op een server. Nope. Dus schijnbaar kan je allemaal spullen niet vernielen. Dit misschien. Nope. En dit is dus jammer. Omdat dit niet door mij geplaatst is, kan ik hier gewoon echt helemaal en helemaal niks mee. Dat is echt wel heel en heel jammer. En dat is natuurlijk protected bij de FTP utilities. Dus daar gaan wij ook gewoon helemaal niks meer mee kunnen. Laten we hier allemaal gewoon heen gaan. En ik denk zelfs dat dat ook gewoon standaard gechunkloaded is. En dat levert voor ons vaak een beetje extra lag op. Laten we eens kijken. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, laten we gewoon 2 stacks doen. Gewoon 2 stacks en stone. Dan zijn we in ieder geval ver genoeg weg bij dit platform. Om te zorgen dat ze hier niet meer spawnen. En dan kunnen we daar gewoon een, ik denk een vrij simpele setup. En dan gaat het natuurlijk niet automatisch gekild worden zoals bij die setup die of dit jullie net zagen. Maar dan gaan we dat natuurlijk gewoon handmatig doen. Want anders krijgen we de Enderman Heads niet. Want het gaat me niet om de Ender Pearls. Daar hebben we natuurlijk genoeg van. En vooral als we ze ook zo de hele tijd blijven killen. Dan krijgen we dat ook wel. Maar het gaat vooral om de Enderman Heads. En je krijgt gewoon veel meer Enderman Heads als je dat met de Ender doet. We zouden net een gedeelte kunnen automatiseren. Dat zou nog wel moeten kunnen ook. Denk ik. Ja, misschien wel. Ideeën. Dat lijkt mij wel heel gaaf om te doen. Als we nou gewoon dit laatste blok laten zitten. Zo. Ja, nice. Oké, ik ga deze rij even weer weghalen. En dan gaan we daar beginnen aan het beeld van de Enderman Farm. Oh yeah. We zijn al ver genoeg weg. Ik heb die rij die hier tussen zat weer weggehaald. Dan gaan we nou hier eens, ik denk eens beginnen met een huisje van 2 hoog. Zoiets. Dat denk ik. 3 breed, 2 hoog. Yeah, dat zou genoeg moeten zijn. Laten we zoiets doen. En dit wordt natuurlijk niet een mooie beeld. Dit wordt gewoon een effectieve beeld. En ik wil natuurlijk gewoon enderman kunnen farmen. En dit wordt gewoon de plek waar wij kunnen staan. Dit is het enige wat dit is. Gewoon de plek waar wij kunnen staan. En dat moet natuurlijk 2 hoog zijn. Anders kunnen de endermen erin komen. Nou wil ik... hier zo, denk ik. Ja, dan gaan we ze daar killen. Zo. Ja, dat lijkt mij goed toe. Dat lijkt mij helemaal goed toe. Ja, zo. Past een enderman, denk ik wel. Kan die wel weer weg? Doen we eens even zo. En dan gaan we nou gewoon 25 blokken die kant op. Want een mob die moet minimaal 25 blokken bij je weg zijn. Dus dat is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oké. Okay. Ja. Die kan wel weg. En die kan wel weg. En, oh wauw, we gaan echt wel meer van deze vector plates nodig zijn. En dus ook meer wither dust. Wat inhoudt dat we misschien ook een wither... Wow, ik kwam weer op de vector plate. Wat inhoudt dat we misschien ook wel weer een wither farm moeten gaan maken. Want we hebben natuurlijk niks meer gedaan in de nether. En volgens mij heb ik alle vector plates daar weggehaald. Ik weet het ook niet helemaal zeker meer. Misschien heb ik hem ook wel gereset. Nee, want dan zou ik de end ook wel gereset hebben. Daar was ik nog wel van plan de end en de nether te gaan resetten. Maar nadat we klaar zijn met deze build gaan we dat natuurlijk niet meer doen. Wauw. Dat is al 1 stack aan vector plates er doorheen, mensen. Oei. Oké, dankjewel. Oh, eentje heb ik binnen geplaatst. Dat was niet geheel de bedoeling. En ga ik nou liever niet meer step-up assist... Maar dit gaat redelijk. Als er geen enderman in de weg gaat staan. Enderman, doeg. Ga weg.
Oké, dankjewel. Het shift kunnen wij natuurlijk. En dit wordt dan gewoon het pad dat hem naar ons toebrengt. Dat de... Wauw. Oké, annoying. Oké, nice. Dat alleen maar zorgt dat de Endermen op deze plek komen te staan. En natuurlijk gaan we deze Vector Plate hier nog heel even weghalen. Oké, yup. En ik denk dat we hier gewoon een hele simpele touwen gaan maken. Met in het midden één plek waar ze terecht gaan komen. Aan deze kant dus een plek waar ze kunnen spawnen. En die kant de plek waar ze kunnen spawnen. En hier gewoon de muur omhoog. Zoals dit, zeg maar. Zo wordt dat ongeveer. Ik denk dat als we dit 10 maken, 10 blokken maken, dan zou dat meer dan genoeg moeten zijn. Ja, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En dit hoeft helemaal niet solide te zijn. Alleen, ik vind het wel handig dat het solide is, want dan kunnen we het gewoon bouwen met onze Builder's Wand. En het hele idee wordt hier dan natuurlijk, aan één kant gaan we 2 omhoog beginnen, denk ik, zoiets. En aan die kant beginnen we gelijk vloers. En dan maken we 2, 3, 4 hoog. En op de vierde, dan komt er een uitsteeksel zoals dat. En dat heeft er voornamelijk, oh, dan moet ik nog wel weer meer handmatig doen. Ik heb beter eerst de muur even helemaal hoog kunnen maken. Maar dat heeft ermee te maken dat deze vector plates, die tellen ook als één blok. Dus als we dit 4 hoog maken, dan kunnen de endermen hieronder nog spawnen. En dan spawnen ze dus op die vector plate, worden ze naar daar gegooid. En dan worden ze dus naar onze killzone geteleporteerd. Getransporteerd, niet geteleporteerd. En hier doen we eigenlijk exact hetzelfde. Oh crap, dan moet ik ook hier nog weer handmatig doen. Dit is dan 5 hoog. Ik denk dat we tot 23 hoog kunnen. De laatste spanplek op 23 hoog. Anders vallen de enemen dood. Volgens mij is het zoiets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Oké, dat is dus de max hoogte dat wij kunnen gaan. Want volgens mij hoger is 23 blokken, dan vallen ze dood neer. Dat willen we dan natuurlijk weer net niet hebben. Ze moeten het net overleven, of helemaal overleven. Maakt mij niet zoveel uit, mijn zwaard doet genoeg damage. Maar ik heb echt geen zin om te moeten staan te wachten tot de enemen terugspannen. En dan ze allemaal aankijken en dan maar hopen dat ze boos worden op je... Crap. Ah, crap. Heb ik hem nou 2 dik gemaakt of niet? Oh, nee, hij is nog wel 1 dik. Oké, nee, het valt mee. Het valt allemaal mee. Het valt allemaal reuze mee. En we hebben 1, 2, 3, 4. En daar is dan laag 5. 1, 2, 3, 4. En daar is laag 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oké, nice. Nice, nice, nice. En deze kant doen we precies hetzelfde. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Wauw. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Daar wil het dan dus net niet meer. Maakt volgens mij ook niet zo heel erg extreem veel uit hoor. Het valt best wel mee. Het valt best wel mee. Let's go. Ik denk ook dat we hier absoluut genoeg enemen in krijgen. Als ze spawnen op een vector plate. Als ze niet spawnen op vector plates, dan moeten we met pistons en allemaal van dat soort dingen gaan werken. Dan wordt die een heel stuk ingewikkelder van. Dus laten we maar gewoon duimen dat ze spawnen op vector plates. Laten we daar maar gewoon voor duimen. Oh, anders dan word ik verdrietig, denk ik. Voor zover ik weet zou alles moeten spawnen op vector plates. Dus ook endermen. En volgens mij is dat ook zo, want volgens mij hebben wij in onze... Oh, we zijn al door onze vector plates heen. Crap. Ik teleporteer even heen en weer de basis. De lek, hele spul. Ik maak even een stack of 2, moet genoeg zijn, aan vector plates erbij. En alleen wat ik nog wel heel even wil doen, is dat wij eens even in dat huisje gaan staan. En dan gaan we eens even checken of wij in dat huisje ons teleporter ding kunnen veranderen.
Shift right click, the end. Set here, zal dat hem zijn? Ik heb niks zien veranderen. Ik heb het niet zien veranderen. Dus ik weet het niet helemaal. Ik ga hem denk ik... zet hier en dan gaan we dat gewoon proberen. Right click to teleport. Oké, dat set hier, dat werkt dus. En right click, die teleporteert je meteen automatisch daar waar je op klikt. Dus ja, een beetje rare overgang. Ik zal mijn best doen met editen om het zo min mogelijk op te laten vallen. Maar als je geen data hebt, is er geen data om het mooi te maken. Go, go, go. Beetje vector plates plaatsen, mensen. Ja. Wow, oké. Ze spannen dus sowieso wel op de endstone. We kunnen natuurlijk slecht testen als die vector plates erin zitten. En dan zie je ze er natuurlijk niet op staan. Want zo gauw als dat ze erop staan, plop, worden ze weggeteleporteerd. En het feit dat ik die onderste twee hoger ben begonnen, hoop ik natuurlijk dat een enderman, drie hoog zijnde, hier tegen aangepoest wordt en dan gewoon recht naar beneden valt. Anders dan komt hij eerst aan die kant en dan stuit het hij zo heen en weer. Het is niet erg als het gebeurt, maar het hoeft van mij niet. Ik denk niet dat het daardoor sneller zou gaan. Het hele feit is natuurlijk hoe sneller wordt dat je de enderman teleporteert van A naar B. Oh, dit was niet stil. Hoe sneller je de enderman teleporteert van A naar B, hoe sneller er weer nieuwe kunnen spawnen. En ze kunnen natuurlijk ook helemaal nergens naartoe teleporteren. Dat is natuurlijk ook een hele fijne... Oh ja, ik heb 3 stacks aan vector plates gemaakt. Ik wou niet nog een keer heen en weer. Maar ze kunnen nergens naartoe teleporteren. Dus als zouden ze gaan teleporteren, dan maakt mij eigenlijk helemaal niks uit. Want ze komen hoe dan ook altijd weer op een vector plate ergens terecht. Waardoor ze dus altijd weer geteleporteerd zullen worden naar mijn killzone. De killzone, de enderman killzone, mensen. Ga naar de kant. Oh, wauw. Hij deed er lang over om te vallen. En volgens mij was dit de laatste laag. Oh, yes. Laten we gaan staan. Laten we alles doodmaken. Laten we gaan kijken hoe... Dit is natuurlijk wel derpy. Ik hoop dat we ze goed kunnen raken. En anders maken we de killzone gewoon een klein beetje breder. Als we ze maar één voor één gaan raken, dan duurt het mij te lang natuurlijk. Oké, we zullen de killzone een klein beetje breder moeten maken. Zo. En ik denk deze rand een klein beetje hoger. Zo. Ja. Aan de kant. Hey, ik zeg toch, ga aan de kant. Aan de kant of in de krant. Ook heb ik nog niet echt het gevoel dat we heel snel heel veel endermen hier krijgen. Dus ik heb een beetje het gevoel dat ze niet zullen spawnen op vector plates. Dat is natuurlijk altijd een mogelijkheid. Oh nee, ze spawnen wel op de vector plates. Misschien staan we niet ver genoeg weg. Het is toch meer dan 25 blokken. Dat zou genoeg moeten zijn. We kunnen makkelijk genoeg dit huisje wat verder naar achter plaatsen. Ik heb nog niet het gevoel dat we ze goed kunnen raken, mensen. Dit is... Misschien was dat ook wel gewoon genoeg geweest om die vector plate daar weg te halen. Had het natuurlijk ook kunnen zijn. Maar dat is hoe of dat ik ze wil raken. Allemaal tegelijk. Ik kom nog wel weer een enderman deze kant op. Maar dit is niet dat ik had verwacht in een void wereld waar geen enkele enderman nou spawnt. Ik had wel een beetje meer enderman verwacht. Misschien moeten we echt gewoon nog een klein stukje naar achteren dat het dan wat sneller zou gaan. Dat kunnen we natuurlijk heel makkelijk testen. Maar ik wil hier 10 enderman tegelijk hebben staan. 15 enderman tegelijk. Ik wil niet één voor één lopen te killen. Dat vind ik het echt niet waard. Oké, wauw. Beetje lag. Beetje lag. Hoort erbij. Het voordeel is natuurlijk wel, hier kunnen we gewoon gaan staan en gewoon slaan. En dan krijgen we natuurlijk genoeg enderman her uiteindelijk. 5 al nu. Dus gaat vrij lekker. Hoe snel? Oh, wauw. Oh, ik schrik elke keer weer als ik zo naar de void val. Gaat het nou ook sneller dan als we verder naar achter gaan? Nee, dat idee heb ik nog niet echt dat er nou meer enderman spawnen. Ik
dat ze spawnen, dat weet ik zeker. Maar dat, ik vind het nog niet echt dat je zegt van, wauw, zie, lekker veel. Of eigenlijk echt helemaal niet. Helemaal niet veel. Zal die factor plates dan de kans dat ze spawnen verlagen? Want als ik dat zo bekijk, zitten we nou al op 50 blokken erbij weg. Dat is gewoon echt te veel om erbij weg te gaan, lijkt mij. Ah, Vanilla Mechanics. Stomme Vanilla Mechanics. We hebben een hele aflevering gespendeerd aan een Enderman head farm bouwen die eigenlijk mij niet naar mens werkt. Oh, we hadden geen gebruik moeten maken van Vanilla Mechanics. Hoeveel van die dingen hebben we nog? Anderhalve stack. Kunnen we niet heel veel mee doen. Dan zouden we natuurlijk iets kunnen uitbreiden. Maar ik denk dat het voornamelijk komt door de factor plates. Dat denk ik. Ik denk dat het voornamelijk komt door de factor plates. Dat die toch een beetje de spawn tegengaan. Ik ga nog even kijken of ik hem een klein beetje uit kan breiden. En dan zijn wij zo weer terug bij jullie. Oh yeah. Ik heb een aanpassing gemaakt. En dat werkt absoluut. De enemy die komt hier nou sneller dan dat ik ze dood krijg. En dat is wat ik hebben wil, mensen. Want zodoende dan... Yeah. Mijn zwaard gaat niet kapot, want daar zit mending op. En hij gebruikt voornamelijk power. En de mending die fixt hem de hele tijd wel. Die power die zou haast niet eens meer nodig zijn. Want uiteindelijk raakt hij de power kwijt. Maar ik kreeg genoeg experience van deze Enderman. Dat mijn zwaard dus elke keer even hard gerepareerd wordt. Als dat die kapot gaat. En dat is ideaal. En jullie zien het al wel om mee heen vliegen. Heel erg veel enderpuls. Dat ga ik denk ik niet allemaal mee kunnen nemen. Maar ook heb ik al 41 Enderman heads hier even gevormd. En dit duurde niet eens heel lang. En zoals ik zeg, omdat hier gewoon nou de hele tijd veel Enderman staan, is het goed te doen. Ik zal jullie nog heel even laten zien wat of dat er nou veranderd is. Ik heb hem... Oh, hier moet nog even een factor plate. Oké, nice. Daar ligt een factor plate. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel veranderd. Ik had nog een paar factor plates bij me. En ik heb hier gewoon twee platformpjes gemaakt. En daar spannen ze op. En worden ze dus naar het midden gegooid. En toch is dat groot genoeg. Misschien gaan we wel helemaal gek en maken nog een paar van die platformen erbij. Maar zoals jullie nou zien, staan hier nu alweer weer zo verschrikkelijk veel Endermen. Oh wauw, wat ik nou teruggegooid door een Enderman. En ook viel me op dat als ik hier sta en de band is leeg en ik kijk er eens eentje aan, dan stoppen ze. Want een Enderman die gaat dan altijd eerst wat raar bewegen voordat hij daadwerkelijk naar je toe teleporteert. Dat was dus ook het geval. Dus daar stonden ze steeds overal nog op de band. En zoals ik zei, ze moeten zo snel mogelijk van hun spawnplek naar de killplek komen. En ja, yeah, dit lijkt er toch wel gefixt te hebben. Ook heb ik de killzone weer kleiner gemaakt. Dit is toch makkelijker. Als ze gewoon op één blok staan, dat is een heel groot stuk makkelijker. En ik sla ze een beetje heen en weer, waardoor ze er wat buiten komen. Dan komen ze weer terug. Dus het lijkt wel steeds alsof er maar een paar staan. Ze staan er heel snel weer meer. Maar dat zijn eigenlijk gewoon nog de Enderman die op dat ik omhoog sloeg. En ik denk toch dat dit echt wel een uber succesvolle mob grinder is geworden. En misschien kunnen we dit zelf wel een beetje automatiseren. Maar dan gaan we deze aflevering niet meer redden. Deze aflevering is voorbij. We hebben een hele aflevering in de end doorgebracht, mensen. En ik ben hier wel insane blij mee. Want ik hou eigenlijk niet zo van de grind in Minecraft. Ik heb er best wel een hekel aan. In de meeste games heb ik daar niet zo'n hekel aan. Maar in Minecraft, om op de vanille manier Endermans te killen. No way. Dat heb ik daar een hekel aan. Ik heb het... Ik ben bijna net zo lang bezig geweest met daar het farmen van die 10 Enderman heads die of dat ik had met dit zwaard. Als dat ik überhaupt wat bezig ben geweest om dit alles te bouwen en dit te grinden. En oh wauw, dit is gewoon zo verschrikkelijk veel beter. En dat voor een uurtje werk. Ik ben er erg blij mee, mensen. Ik wil jullie ook hartelijk bedanken voor het kijken naar de aflevering. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor de support die jullie geven op deze serie. Op mijn kanaal. Ik ben er super blij mee. Duimpje omhoog voor jezelf. En tot de volgende keer. Appetje ho.